Wat schets je me nou? Is een teken- en raadspel waarbij niet kunnen tekenen het spel alleen maar leuker maakt. De spelers kiezen eerst alle een kleur en pakken het boekje van deze kleur voor zich. Vervolgens schrijft iedereen zijn of haar naam op de eerste pagina. Nu pakt iedereen een kaartje van de stapel waarop verschillende woorden staan. Iedereen rolt om en om de dobbelsteen om te bepalen welk woord er getekend moet worden. Vervolgens wordt de zandloper omgedraaid en begint iedereen op de eerstvolgende pagina te tekenen. Is de tijd voorbij of is iedereen klaar? Dan worden de boekjes een pagina verder gedraaid, zodat de tekening niet meer zichtbaar is en de plek met de klok mee doorgegeven. Heeft iedereen het volgende boekje? Dan draait iedereen tegelijk een pagina terug en probeert te raden wat er getekend is. Dit schrijft hij of zij op de volgende pagina op en slaat het boekje weer een bladzijde verder. De boekjes worden weer doorgegeven en de volgende speler tekent het woord wat de vorige speler heeft opgeschreven, enzovoort enzovoort. Dit gaat door totdat iedereen zijn of haar boekje weer voor zich heeft. Nu beginnen we van voor af aan per persoon het hele boekje door te bladeren. Hoe goed heeft de rest kunnen tekenen en is aan het einde het gegokte woord hetzelfde als het eerste? Dan worden er punten gescoord. Maar het kan zomaar zijn dat jouw engel uiteindelijk een Dracula is geworden. Wat schets je me nou van Goliath?